Hij zei de man aan de leiding. En weet u dat het volt houden? We zien de Monika Barendrecht nog meekomen. Die gaat naar plekje nummer 3 doorrijden. Met Mark van Stralen. De 7-25 plaat op die derde plaats. Mika Krispijn. En dan komt de Monika Baren nu opzetten. Die gaat proberen naar voren toe te denderen. Bas van Eikelenburg krijgt inderdaad weer wat aanmoedigingen. En dit werkt wel. Heel goed gedaan, zo langs de zijkant. We kijken wat er gaat gebeuren. Nou, werkt toch niet helemaal. Want hij zit op die plek met Mark van Stralen ervoor. Met Mika Krispijn. En daar de winst toch voor de man Pink Stone.